Goedemorgen allemaal, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Ik sta nu in de bus ook, ja, ik ga zo naar school toe. En vanavond ga ik naar een hotel. En ja, dat ga ik allemaal vastleggen voor jullie op camera. Het wordt superleuk. Mijn bus komt over een minuut, dus daar ga ik nog even op wachten. En ja, ik ga jullie meenemen in mijn dagje, dus let's go! We hebben de tassen ingepakt, daar liggen ze. En we hebben onze 94 tassen meegenomen. Deze. En binnenkort komt er ook een video online. Ik denk als jullie deze video zien dat het zaterdag online komt. De video van wat neem ik mee als ik een weekend weg ga. Dat vind ik wel chill om te filmen. Het is nu. Hoe laat is het? What time is it? Oké, het is nu. Kwart over 8. En we gaan zo meteen naar een hotel. Ik laat jullie zo meteen wel zien welk hotel. En hoe het er eigenlijk onze hotelkamer uitziet. Over een kwartiertje begint. Nonsense. Nee. Het programma, ik weet niet meer wat het heet. Ik zag net een reclame staan. Dat programma ga ik kijken. Ik heb nog even mijn muziekje aan. En mijn camera is echt een troep. Maar dat even terzijde. Ik heb heel weinig gevlogd vandaag, omdat ik een beetje chagrijnig was. Ik moest gewoon een half uur wachten op mijn Randstadbus. Een Randstadrail, omdat er vandaag iets was gebeurd op Rotterdam Centraal of zoiets. En daardoor reden de treinen niet en de Randstadrail had een half uur vertraging omdat er iets kapot was. Dus dat was al een beetje kut. Dus ik heb op een gegeven moment maar een half uur lang met Renoir in de stationshuiskamer gezeten. Dat hebben jullie trouwens ook gezien. Ik heb een klein stukje gefilmd. Dus yes. Ik ga even de laatste dingetjes inpakken. En dan gaan we naar nog een hotel. En wat er vlak in de buurt zit de McDonald's. Dus we gaan zo meteen ook heel even misschien wat eten halen bij de McDonald's. Voor vanavond. Ik en Quinty slapen gezellig samen. Ik weet niet hoe de hotelkamer eruit ziet. Maar het zien jullie allemaal. En mijn ouders slapen op mijn open hotelkamer. En Quinty is een Snapchat aan het maken. Ja, we gaan zo weg. Ik neem mijn camera mee. Lekker vloggen in de hotelkamer. Misschien een videootje opnemen, weet ik veel. Ik heb mijn laptop mee om vanavond of morgenochtend heel vroeg de vlog al te editen. Er is daar wifi. Dus ik kan lekker heel veel berichtjes van jullie ontvangen. En lekker lezen en zo. En volgende week, trouwens als jullie deze vlog zien, is het maandag. En dat weekend ga ik ook het hele weekend vloggen. Want dan ga ik met vrienden naar Duirel. En daar kijk ik ook super graag naar uit. Dus ik begin vrijdag, zaterdag en zondag ga ik vloggen. En er komen YouTubers en zo. Het is super nice. En Quinty, alsjeblieft, gedraag je. Oké, nou ik ga even de laatste spulletjes inpakken. En dan zie ik Lisa weer. Nou, we zijn nu in de hotelkamer. En ja, dit is mijn outfit voor vandaag. Schoenen, superstar, broek, coolcat. Deze sweater van de H&M. En ik ben dus niet in het hotel. Nou, we zijn dus net naar de McDonald's geweest en ik heb een kindermenu. Een danoontje, een McCroket, mayo en barbecue. En ik ga even lekker werken op de computer. Ondertussen staat er een serie op. En ja, ik ga lekker eten. Ik heb mijn pyjama al aan. En ik zie je zo weer. Dit is de hotelkamer. Ik heb hem nog niet laten zien. Ik heb mijn fancy pyjama al aan. Dit is de spiegel. Lichtknopjes met kaart. Dan gaan we hier naar de badkamer. En dit is best wel een hele kleine bad. Maar ja, we moeten het er maar mee doen voor een dag. Mijn look voor vandaag. Oh my god, ik heb hier een pukkel. Goed, top idee. Nou, de wc, de föhn, een soort van kastje. Handdoekjes. Ik ga zo lekker in bad namelijk. We hebben drie bedden. 1, 2, 3. Quinty zit daar. Dan ga ik hier door dit spleet. Daar. We hebben net Mackie gehaald. Dus dat hebben jullie ook kunnen zien in de vlog. Quinty gaat nu even muziek luisteren. En we kijken nu shownieuws, super nice. Dit is ons bureau en hier ga ik straks, als Quinty klaar is, met Renoir even skypen. We zien jullie ook weer even in de vlog. Dit is trouwens ons uitzicht.
En toevallig hebben we hier ergens ook gegeten met kerst. Daar zit een sportschool. En daarboven zit een zit mijn oude werk. Voor de mensen die nog niet wisten, ik heb gewerkt bij Kids Playground. Ik ga nu lekker het bad aanzetten, want ik heb wel zin om even lekker te badderen. Dus dat ga ik nu doen. En ja, het is echt mooi foto beeld, zeg maar. En er is gratis wifi op de kamer, dus goals. Ik heb net een foto of video geüpload op Instagram. Dus dan hashtag Instagram zie je hier ergens in beeld of hieronder. Ik ga lekker het bad vullen. Oké, kijk. Ik moet wel even kijken hoe het bad eigenlijk werkt. Oké. In één keer goed. Yes. Oké. Tot zo. Ik ga even slapen. Het is nu 12 uur. En ik sluit nog niet de vlog af. Dat doe ik morgen, want morgen ga ik ook filmen bij het ontbijt en zo. En dan ga ik ook nog mijn dag gewoon filmen. Ik zit er gewoon zo bij. Heerlijk. Ik ga lekker slapen. En ja, ik zie jullie voor mij morgen, maar voor jullie over een paar seconden. Tot morgen. Of tot over een paar seconden. Goedemorgen. Ik ben wakker in het hotel. Ik heb lekker geslapen. Het is nu, even kijken hoe laat het is. 9:10 en ik weet niet hoe mijn ouders wakker zijn, want die slapen echt 4 kamers naast ons. Dus ja, Quinn staat nu even onder de douche en ik weet niet of ik scherp ben eigenlijk. Maar ja, ik heb op zich wel lekker geslapen. Het is alleen heel erg kort, maar goed. Vandaag gaan we lekker weer naar huis en ik ga vandaag de hele dag niks doen. Dus ik film denk ik totdat ik thuis ben, film ik de vlog, dus dat is wel nice. Nu het beter ligt, dus zie je het ook gewoon de hotelkamer, kijk. Echt super nice. Ik heb gisteren lekker in bad gezeten, maar ja, je zat op een gegeven moment maar tot je heupen in een bak met water. En ik dacht echt van, oh mijn god, de bovenkant. Dat leidt kou, zeg maar. Dus, ja, ik ga denk ik even tv kijken. Maar ik kan die afstandsbediening niet vinden. Dus, daar ga ik even naar op zoek. En dan film ik straks wel als we in de lift staan. En aan het ontbijt gaan beginnen. Dus, tot zo. We gaan lekker naar huis. We zijn onderweg naar huis. En dan ga ik thuis even de vlog afsluiten. Dus...